Vandaag maak ik een pasta. Het is een gezonde pasta, eentje met broccoli en volkorenpasta. Ik begin al met de broccoli, want ik ga er eigenlijk een speciaalke mee doen. Ik ga die een beetje verstoppen in de saus. Dus ideaal voor kinderen, zo kan je ze groente doen eten zonder dat ze het eigenlijk doorhebben. De steel verwijdert enkel het laatste deel, dat zo'n beetje droog is. En de rest ga ik in blokjes snijden en dan deze in roosjes. Maar veel mensen weten niet dat je ook die steel van de broccoli gewoon kan gebruiken. En zeker, ik ga die in de saus gebruiken, dus die gaat ook nog gemixt worden. Dus daar zitten ook heel veel vitamine in en het zou jammer zijn om dat gewoon weg te gooien. Ondertussen is water aan het koken. Doe er nog een beetje zout in. Een beetje zout. Sowieso, als je groene groenten blancheert, heb je eigenlijk nooit een deksel nodig. Dus als je wil dat die broccoli mooi groen blijft, dan hebben we geen deksel op de kookpot nodig. En hier de roosjes. Die ga ik iets kleiner verdelen. Ik ga er straks een aantal uithalen die ik ook nog op het bord ga presenteren. Maar de rest gaat daarna eigenlijk ook gewoon fijn gemixt worden. En zo gaat er niets van die broccoli verloren. En die kunnen bij de broccolistam ook. Nu, broccoli hoeft niet lang te koken, maar ik kan ondertussen wel al de pasta garen. En dat doe ik ook in kokend water. En opnieuw, net als bij de broccoli, komt daar ook nog een beetje zout bij. Voilà. Die gaan we er ook nog in steken. De gaartijd van de pasta, dat hangt een beetje vanaf. Als je voor volkorenpasta kiest, dan heeft die gaartijd wel altijd iets langer nodig. Dus dan moet je rekenen op een 11 minuten ongeveer. Maar best eens kijken wat er op de verpakking staat. Terwijl nu de broccoli en de pasta kookt, kan ik aan de rest van mijn voorbereidingen beginnen. En ik heb hier een teentje knoflook. Die ga ik al wat fijn snipperen. Moet nu niet te fijn, want ik ga dat straks ook in de blender steken. Maar gewoon al iets makkelijker maken voor de blender. Eén teen knoflook. En dan heb ik hier ook al een rode ui. Dat is nu niet voor in de pesto, maar die gebruik ik straks bij de afwerking van mijn bord. En die ga ik in ringen snijden. Die nog even aan de kant. En dan eens kijken. Ja, die broccoli is beetgaar. Dus ik kan er nu een aantal roosjes uitsorteren. En die ga ik dan gebruiken bij de afwerking. Zo. En dan kan de rest van de broccoli hier in de blender. En je ziet die steeltjes, die gaan allemaal mee in de saus. Die ga ik al eens fijn maken. Nu heb ik eigenlijk een soort gemalen broccoli. Ik heb hier ook nog amandelpoeder, parmezaan, eerst en vooral. De knoflook die we gesneden hadden, die mag erbij. Amandelpoeder. Nou, ook nog parmezaan. En zo lijkt het eigenlijk een beetje op een pesto. Hè? Een pesto van broccoli. Het kookvocht van de broccoli doe ik nog niet weg. Ik zal een paar lepeltjes bij doen. Want die gaan ervoor zorgen dat die saus nog een beetje een saus is. Hè? Anders zou het gemalen groente zijn. Dat is een beetje van het kookvocht. Nog eens mixen. Voilà. Dus dat lijkt nu op een gekruide broccoli puree. Hier komt nog basilicum en olijfolie bij.
basilicumblaadjes, handvol. Een beetje kneuzen. Zo. En olijfolie. Peper. En ook nog zout. En dan ga ik opnieuw wel eens mixen om te kijken of er nog, ja, nog extra vocht bij moet. En dan zie je dat het een mooie, dikke structuur heeft. Die saus is bijna klaar, alleen... Lekker. Een keer proeven, hè. Altijd belangrijk. En dan het samenstellen. Dus ik begin al met een deel pasta. Ik ga ze nog niet allemaal bij doen, want de verhouding van mijn saus moet nog een beetje kloppen. En dan de broccolisaus. En die mengen. Die kan al over de borden verdeeld worden. De groentjes zijn goed verstopt in deze pasta. Hè? En dan gaan de kinderen dan een beetje foppen. Hè? Want ze denken dat ze saus hebben, want er zit nog veel groente in. Broccolietjes. Zo. En dan heb ik hier gekookte ham. En de gekookte ham, ja, daar moet eigenlijk niks meer mee gebeuren, want die is al gegaard. Die ga ik gewoon tot roosjes vouwen of draaien. Het is flinterdun gekookte ham. Zoals je ziet, kunt dat heel luchtig een roosje van maken. Je zou ze ook altijd op tafel kunnen zetten voor wie dan nog wat meer wil. En dit zijn mozzarella bolletjes. En de buffelmozzarella. Ik ga beginnen met 2. Zo. De rode ui. Een beetje ringen verdelen. Voilà. En dan als afwerking nog een beetje parmezaan daarover. Voilà. En zo ziet dat er toch wel een heel mooie pasta, maar bovendien ook een heel gezonde pasta uit die ook kinderen lekker vinden.